om 17:45 is hier een half uurtje zingen en mediteren. Maar ik ben er niet naartoe gegaan omdat ik het te vroeg vond. We hebben geslapen in het klooster van Fukuangshan en gaan nu naar het ontbijt. Dat is al open vanaf 6:30 morgens. In Khao Siung nemen we vanaf een parkeerplaats de lokale bus naar het Britisch consulaat, het voormalige consulaat, omdat onze eigen bus daar niet mag komen. In 1879, they built this. Okay, this was designed by British Army Royal Engineering Office. Chiang Kai-shek's government, after 45, they use it as for the weather report, you know, station. Cultural residence. Yeah. And this is an office, so you also can see summer shelters. Okay. Daarboven lag het voormalige Britse consulaat. Met de trappen van daarboven zijn we zo naar beneden gekomen. First was built in 1962.
Okay, and year 2009, Kaohsiung is a major city to host worldwide game, war game. Mooie dingen, diepjes in het water. Ik vind het leuk.
Daar boven op het dak zijn duivenkoten. Fort Zeelandia was een fort van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dat tussen 1624 en 1634 gebouwd werd. Het ligt net ten zuidwesten van het eiland dat door de Portugezen en Zeeuwse kolonisten Formosa werd genoemd. Na een beleg van 9 maanden in 1662 werd het eiland afgestaan aan de Chinese krijgsheer Zheng Qianlong, die met een leger van 25.000 manschappen en honderden jonken overkwam van het Chinese vasteland, dat trouwens hier maar 160 kilometer vanaf ligt. Thank you.
Dat is de leraar met zijn studenten. Old Gate is the only of four remaining ones. That still has the defensive wall intact. Dus dat is een van de vier plekken waar hij nog over is. Er waren er 14 van die. Ja, er zijn er 4 van.